Hallo iedereen. Ik dacht, ik kom eventjes online om een korte video op te nemen waarin dat je een boodschap kan ontvangen van jouw mannelijke energie. Dat kan de mannelijke energie zijn in jezelf en dat kan ook de mannelijke energie zijn van dus in een andere persoon. Dus pas het toe zoals dat voor jou het beste aanvoelt. We gaan drie groepjes maken en dan ga ik de boodschappen meegeven. Dus dat is voor de eerste groep. Dat is ook nog voor de eerste groep. Oh, voilà, dat is voor de tweede groep. Dat is makkelijk. En de boodschappen voor de derde groep. Dat zijn de boodschappen. Dat zijn wel heel veel, moet ik zeggen. Oké, allemaal. Moet die nog bij? Oké, dan mag ik er nog bij doen. Ja, nog voor de eerste groep. Ja, genoeg hoor ik. Tweede groep. Nee, dat is het. En we gaan die dan straks aanvullen nog met andere kaarten, naar lang dat ik er in daartoe geroepen word. Dus voor de eerste groep. Wat zegt de mannelijke energie in eerste instantie? Geef niet op aan mij. Ik probeer te veranderen, maar het vraagt zijn tijd. En dat is ook zo. Het gaat over spirituele groei, het gaat over ontwaking. Dus dat vraagt nu eenmaal zijn tijd. Wat zegt de mannelijke energie in de eerste groep ook nog? Die zegt, ik voel me verlaten. Het voelt alsof dat anderen me vaak in de steek laten. Wat zegt de mannelijke energie ook nog in de eerste groep? Naarmate dat je jouw 3D-expectaties, dus verwachtingen bedoel ik, loslaat en dus in overgave gaat, ga ik me overgeven aan de 5D-connectie. Dat is waarschijnlijk ook een groep die, laten we zeggen, redelijk in het begin van de connectie zit, maar dat hoeft ook niet. Dat kan ook het begin in de volgende fase zijn, op een andere manier. En dan, wat zegt hij nog? Het verschijnt in mijn dromen en het helpt me om herinneringen die diep verborgen zijn, weer naar boven te brengen. Dus het helpt hen ook in hun healingsproces. En ik verlang ernaar om to sweep you off your feet. In het Engels is dat mooier dan in het Nederlands. En om jou volledig te overweldigen met mijn liefde. En dan hier nog één. Je bent in oude patronen, maar je kan het niet zien. Het ligt ondersteboven. En hier hebben we ook nog mirrors. Dus het heeft te maken met de verwachtingen rond de 3D-connectie loslaten. Dus hier in deze groep is het belangrijk om echt te focussen op de 5D-connectie, op de energie. En om van daaruit jullie verder connectie zal automatisch vormgeven worden van zodra dat je de eenheid in 5D hebt eigenlijk bereikt. Dan is het eigenlijk gewoon een kwestie van tijd. Wat is er nog aan boodschap? Neem een boek en voed jezelf. Ja, dat is ook een vorm van meditatie. Dat is een vorm van zelfzorg. Geld is energie, gebruik het wees. En nog één, voel ik. Nog een boodschap voor de eerste groep. Hoppa, daar gaat hij. Laat alles vrij ontstaan. En dan nog een boodschap van mijn deck. Terug naar liefde en eenheid. Dat hebben we. Durven anders te zijn is de weg naar overvloed. Wat hebben we nog voor deze groep als advies? Soms doen we alsof omdat we de werkelijkheid vrezen. Ja. Dat heeft ook te maken met het verder, hoe moet je dat zeggen? Het verder schillen, het verder ont, ont,
mantelen, dat was het woord dat ik zocht, van het ego. Zodanig dat je veel meer nog die onvoorwaardelijke liefde kan belichamen. Doe iets voor jezelf als je wacht, enig je met niets. Ja. En dat is inderdaad het belangrijkste thema dat ik hier voel, vooral voor de vrouwelijke energie die kijkt. Waarschijnlijk, veronderstel ik, ik denk niet dat er iemand met een mannelijke energie vooral gaat kijken. Dat je de liefde geeft aan jezelf. Dat je alles wat je zou willen geven en delen met jouw tweelingvlam, met jouw partner, dat je dat in eerste instantie aan jezelf geeft. En dan in een latere fase gaat die partner er al zo automatisch wel bij komen. Voilà, dat voor de eerste. Ik leg dat gewoon eventjes aan de kant. En dan hebben we de tweede groep. Wat zegt de tweede groep? Onze energie is stagnant, dus vast. Daarom gebeuren er soms triggers, omdat die helpen om uit die standvastigheid, om die, wanneer dat er te weinig groei is. En als je te lang in dezelfde patroon blijft hangen, dan is het gevaar natuurlijk altijd om cyclusen opnieuw gaat gaan doen. En dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je iedere keer weer wat hoger in energie gaat en dus in je proces. Dus wanneer dat de energie niet meer gaat gaan stromen, dan ga je zien dat er triggers komen. En die triggers helpen jullie allebei om de energie weer te laten stromen. Ik voel dat ik eerst deze moet kijken. Wat zegt hij ook? Ik ben aan het leren over tweelingvlammen. En het voelt voor mij juist. Dus deze mannelijke energie is echt ook gefocust op zichzelf. Begint het patroon te leren kennen. In die zin dat hij begreep waar dat tweelingvlammen zijn, dat het ook iets over zielsgroei gaat en een diepe zielsconnectie. Misschien kennen ze nog maar in het begin de term tweelingvlammen, of zeggen ze misschien nog soulmates, dat kan ook. Maar ze zijn echt in die healing en die transformatie. Je ziet ook die paarse kleur heel hard naar voren komen. En de blauwe kleur, communicatie. Als je dit gekozen hebt, kijk ook zeker naar de reading. Therapie van de mannelijke en de vrouwelijke energie, of een gesprek tussen mannelijke en vrouwelijke energie, maar ook daar kwamen deze kaarten naar boven, dus wellicht zit daar ook een boodschap voor jou in. En wat zegt dus deze kaart? Ik wou dat ik kon zeggen hoe ik me echt voel. Op een dag ga ik dat doen, maar nu, op dit moment, ben ik bang om mezelf te zijn. En dat is ook zo. Mannelijke energieën moeten zich echt eerst veilig voelen, vooraleer dat ze zich op een kwetsbare emotionele manier volledig gaan openstellen. En dan nog durven ze ook nog eens terug weer te hervallen, bij wijze van spreken. Omdat ze geleerd zijn dat ze jou moeten beschermen, dat ze anderen moeten beschermen. En dus willen ze niet jou altijd zomaar belasten met de dingen waar ze tegenaan lopen. Dus dat is ook een stuk healing in die mannelijke energie. Wat is er nog dat deze groep mag weten? Of als advies? Wat kunnen ze nog meer doen? Of wat focussen? Laat de natuur je helen. Ja, dus echt die verbinding met de natuur. Omdat je ook zo meer gaat gaan ervaren wat het betekent om in eenheid te leven. Omdat je dan ook je verbondenheid gaat voelen met alles om jou heen. Oké, deze. Wat is succes voor jou? Dat is iets waar je eens mag over gaan voelen. En dan contrast zorgt ervoor dat je jouw verlangen helderder krijgt. Ja, dat is ook zo. Wanneer dat we manifesteren bijvoorbeeld, of wanneer dan de andere partners op ons pad komen, dan gaan we aan de hand van de dingen dat we ervaren, gaan we weten en gaan we beter voelen wat dat er is die bij ons past en wat dat eigenlijk niet bij ons past. Dus daar gaat eigenlijk de dualiteit ook over. Je kan niet uitleggen aan iemand wat dat warmte is zonder het concept code te begrijpen. En dat werkt eigenlijk met alles zo, dus. Dat zijn de boodschappen van terug naar eenheid en liefde. Excuseer. Ik voel dat er ook heel veel rond het keelchakra en de communicatie, hè, want dan heb ik de blauwe kaart gehad. Een nieuw begin is er altijd. Het is een kwestie van de keuze maken. Dus als je in jouw connectie hebt voor deze groep gekozen en in jouw connectie is er op dit moment geen of weinig communicatie, verwacht dan dat de komende maanden de communicatie gaat gaan verbeteren. Laat menselijke ervaringen niet misleiden. Het leven is wat je kiest te ervaren, omarm je kracht. En zonder hart voel je jezelf als een gewonde. Laat dat je niet misleiden. Je weet wie dat je bent. En dat is ook weer de kern van waar dat om gaat wanneer we moeten verder in die healing gaan stappen. Voilà, dat was de tweede groep. En dan gaan we eens kijken wat de derde groep had. De derde groep. Ik verlang voor jouw
kussen en jouw aanraking. Dus om je aan te raken. Dus verlangen naar dat fysieke verbinding, fysieke contact. Ik ben aan het kijken om een manier te vinden om uit deze situatie te stappen. Om die situatie achter mij te laten, zodat ik kan vrezen. Dus dit kan met allerlei dingen te zijn. Dat kan zijn een bepaalde gewoonte, bepaalde gedraging, een karmische relatie, werk, bijvoorbeeld het feit dat je al 2 jaar op een lange afstand wonen. Dus het kan van alles zijn. Pas het toe op jouw situatie, maar weet en begrijp dat jouw partner daarmee bezig is. En geef hem daar ook de tijd en de ruimte voor. Een van ons is verdrietig of boos en het creëert een energetische mismatch eigenlijk in de frequentie met de ander. Wees bewust hiervan zodanig. En als je kan, help het ons te transformeren. En dat is ook een van de grote taken van de vrouwelijke energie. Om stukken waar de mannelijke energie nog niet weet waar hij moet gaan transformeren. Of dat hij misschien nog niet bewust is dat hij met energie moet gaan werken. Of kan gaan werken. Om dat een stuk over te nemen. Heel vaak heb ik, vooral in het begin van mijn het contact met mijn tweelingvlam. Soms op bewuste momenten wanneer we bijvoorbeeld aan het telefoneren waren, op een hele bewuste manier dat hij energie of frustratie of verdriet of wat dan ook naar mij stuurde, waardoor dat ik het kon gaan transformeren en dan op een geheelde manier via de gouden koord tussen onze harten, eigenlijk onze hartchakra dus, kon terugsturen naar hem. Ik moet zeggen, als je dat kan doen en je bent in communicatie met jouw tweelingvlam, is dat superkrachtig. Je kan het doen terwijl je samen bent naast elkaar natuurlijk, maar wij wonen iets verder. Dus dat is iets moeilijker om dat bijvoorbeeld op regelmatige basis te doen. Dus dan doen wij dat telepathisch, via visualisaties en meditaties of wanneer dat we allebei tegelijkertijd aan de telefoon zijn. Net zoals jij ben ik altijd bezig met een zekere vorm van missiewerk te doen. Mijn energie en wijsheid ondersteunt anderen naast mij. Ik heb het gevoel dat de derde groep al iets verder staat. Of laten we zeggen, het verste staat in het ontwikkelen. En waarschijnlijk dat daarom ook de meeste kaarten zijn. Wat we ervaren is een onderdeel van een grotere collectieve zuivering. Voel je niet alleen en weet dat anderen ook aan het healen zijn. Dat is ook zo. Daarom doen we ook deze video's, zodat je zeker niet alleen voelt in dit zeer uitdagende pad. Ik wens je in mijn armen te houden en voelen hoe onze lichamen zich verenigen als één. Dat is een beetje als een uitloper van het andere. Wat hebben we nog? Ik voel dat ik eigenlijk niet waardig ben. Ik voel me niet waardig en het beïnvloedt mijn levels of dus de niveaus waarop dat hij overvloed en openheid ervaart. En dat betekent ook dat het dan voor hem moeilijker is om ook naar jou toe die overvloedige liefde of die liefde die overvloedig te ontvangen. Dus hij zet daar zelf eigenlijk een limiet op, omdat hij voelt dat het niet waardig is. En vaak is het ook vanuit de angst van als ik het volledig ontvang en dan straks moet ik het weer afgeven omdat het weer weg is, doen ze dat eigenlijk een stukje uit zelfbescherming. Dus ook daarin moeten ze de tijd kiezen ervoor. Bij een aantal mannelijke energieën ga ik zien dat geld ook een issue is. In die zin dat ze geleerd zijn of het zit in een voorouderlijk systeem of door dingen wat ze meegemaakt hebben als kind, dat ze eigenlijk de liefde, ware liefde, aan de kant geschoven hebben om fame en geld en rijkdom of zelfs andere relaties, waarvan dat ze dachten dat hen op een of andere manier welvaart en rijkdom zou brengen, om die boven jou te kiezen. En dus hierin voel ik ook dat daarin dingen aan het verschuiven zijn, want je merkt hoe hard dat hij verlangt naar de connectie. Maar hij of zij, afhankelijk van wie dat de lichamelijke energie is, maar dus ik spreek over de energie wanneer ik zeg jij, is op dat moment nog niet volledig klaar. We zien het ook. Mijn ego is fragiel voor kritiek en afwijzing. En daarom heb ik muren gecreëerd om mezelf te beschermen. Dat heeft hier ook mee te maken. Dus door de dingen dat ze meegemaakt hebben in hun leven, dan zijn ze eigenlijk wat terughoudend om volledig met beide benen vooruit in deze connectie te stappen. Omdat ze uiteindelijk veel te veel te verliezen hebben. En dan heb ik het niet over hetgeen wat ze opgebouwd hebben, maar wel die connectie met jou. Ze vinden dat zo waardevol, dat ze dat liever hebben dan hetgeen is wat dat nu is. Ook al is het misschien bijvoorbeeld meer in een droomstaat of in enkel de telepathische communicatie of elkaars energie voelen, dan alles in het fysieke. Want ze zijn bang als ze het allemaal in het fysieke gaan brengen
en jou in hun wereld gaan trekken, dat ze het eigenlijk gaan saboteren en gaan kapot maken omwille van de verschillende patronen, omwille van de dingen waar ze nog in zitten. En opnieuw weer romantische berichten. Ik voel de seksuele energie tussen ons. Het gaat verder dan enkel maar fysieke aantrekking. It needs to be elevated to the expression of deep unconditional love. Ja. En dat is ook iets waar dat... Hoe naarmate dat je verder staat aan de connectie, dat je dat natuurlijk ook op een diepere manier kan gaan ervaren. Waardoor dat je echt ook op een fysieke manier gaat ervaren wat dat betekent om een belichaming te zijn van onvoorwaardelijke liefde. En wat hebben we dan nog? Extra boodschappen voor de mannelijke en vrouwelijke energie omarmd. Dus voor deze groep. Dan hebben we nog als advies. Verbind je met de dieren om je heen. Het is ook weer net zoals ik in de vorige groepen gezegd heb. Op deze manier kan je ook die onvoorwaardelijke liefde ervaren. Maar kan je ook ervaren wat het betekent om vanuit die eenheid in het leven te staan. Splits je grotere droom in kleinere doelen. Dat is eigenlijk ook weer het stuk gericht naar de mannelijke energie. Want dat helpt om niet in paniek te gaan. Om niet te gaan stressen. Om niet... dingen te gaan willen invullen, maar iedere keer de eerstvolgende stap te gaan zien. En dat helpt om op een vanuit een hoger bewustzijn, dus vanuit die hogere energie, je leven vorm te geven. Dat zijn ook dingen die ik leer in het traject Spirituele Ondernemer. Pardon, waarin ik leer hoe dat je ja, ook angsten kan loslaten. Hè, wat dat boeren heeft te maken met angsten loslaten. Maar dus dat je dan ook leert van hoe dat je vanuit je authentieke energie, hoe dat je vanuit de verbinding en dus je vrouwelijke energie en je mannelijke energie kan stappen. Dat je marketing kan gaan doen, dat je al die technische dingen die te maken hebben met het bedrijf runnen, allemaal kan gaan doen, maar altijd vanuit afstemming met je ziel. En dat hoe dat anderen marketing doen of anderen hun bedrijf vormgeven, helemaal niet is zoals dat jij het op je spirituele manier kan en moet doen. Want een spirituele ondernemer en onderneming is nu eenmaal verbonden met jouw zielsgroei. En dat kun je dus niet van onderuit. Druk je gevoelens uit op een evenwichtige manier. Ja. Dat is ook super belangrijk, zeker als je al wat verder staat en als je regelmatig communicatie bent met jouw tweelingvlam, dan is het belangrijk dat je een open en eerlijke communicatie hebt, maar ook bijvoorbeeld met vriendschappen, met andere relaties, dat je leert op een authentieke manier te communiceren. Je leert ook de dingen waarvan je weet dat de anderen het niet graag gaan horen of dat ze ja, gaan getriggerd worden, dat je die ook op een open en evenwichtige manier gaat gaan meedelen. Maar tegelijkertijd, als jij getriggerd wordt, dat je ook weet van oké, ik ga naar binnen, ik neem eventjes mijn tijd daarvoor. Of als je niet weet wat er gebeurt, dat je ook gewoon op een rustige manier kan aangeven van kijk, ik voel me nu even getriggerd. Ik heb even tijd nodig om die dingen wat ik voel, om dat te gaan processen, om dat te gaan verwerken, zodanig dat ik het kan gaan uitleggen in woorden als dat nodig zou zijn. En dat is oké. Dat is een teken van maturiteit, dat is een teken van meesterschap. Wat zijn dan de boodschappen voor terug naar eenheid? De boodschappen voor terug naar eenheid voor deze groep. Je ziet dat deze groep al iets meer in eenheid zit, waardoor dat ja, iets langer duurt. Ware liefde is dat je jouw ziel herkent in de ziel van een ander. Dat is eigenlijk een hele mooie boodschap. Nog een boodschap. Oké, ook over liefde. Liefde is de sleutel tot je succes. Ontgrendel je hart om te ontvangen. Voilà, ik voel dat dit het is. Ik hoop dat je het een leuke boodschap vond, dat je er iets aan gehad hebt. Ik ben er eigenlijk wel zeker van, maar kom. Nu, iedereen loopt zijn eigen proces natuurlijk. Voilà, dat was het. Ik ga regelmatig dergelijke video's doen. Wanneer je een like geeft of een comment geeft onder een bepaalde video van bepaalde thema's, dan weet ik welke thema's dat jullie het leukste vinden. En die ga ik dan natuurlijk ook meer gaan opnemen in mijn planning als het ware. Zo, ik wens je alvast een hele fijne dag en tot de volgende. Dag!